En jullie die zijn hier op een schaapscheerdersfeest. Schaapscheerfeest. Ja, klopt. De kinderboerderij, die staan met een geitje. Ja. Is dat het jongste geitje van de stal? Ja, dat is onze Benjamin. Ja. Dat is de laatste geborene. Die heeft een beetje een moeilijke start gehad, maar nu doet hij het eigenlijk wel goed. Ja, hij is wel braaf. Hij is heel ja. Hey, maar dames. Hi, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we zijn een tijdje niet meer geweest op de kinderboerderij, maar een paar jaar geleden waren de bezuinigingen in Middelburg. En ook jullie gingen onder de hakbel, de guillotine. Maar jullie zijn er nog steeds, jullie zijn een heleboel dingen gaan doen. Jullie organiseren van alles. Maar er zijn nog steeds allerlei dreigingen, toch? Bedreigingen. Ja, inderdaad. Ja, het is gewoon heel moeilijk om ons hoofd boven water te houden. Omdat het dit jaar is het €1250 per maand wat er afgaat. En volgend jaar €1950 per maand. Ja, dat moet je toch op zien te vangen. En dat is een hoop geld. In ieder geval organiseren jullie een soort benefiet. Benefietconcert. Ja, klopt. En wat is daar precies de insteek van in de bedoeling? Ja, om toch extra geld binnen te krijgen. Wij willen heel graag een extra stal aan de overkant in de weides. Eentje die verrijdbaar is. Dus een mobiele stal. Maar die zijn ontzettend duur. Ja. En zeker met de subsidie die wij nu nog krijgen, is dat gewoon voor ons niet op te brengen. Maar het is wel nodig, want het klimaat verandert natuurlijk. Dus het is de ene dag is het snikheet en de andere dag komt het met bakken uit de hemel. Dus die dieren moeten gewoon beschutting hebben. Dus we komen eigenlijk gewoon een stal tekort aan de overkant. En door een mobiele stal aan te schaffen, kunnen we hem in verschillende weides gebruiken, zodat we ook goed weidebeheer kunnen doen. Zo! Ja, wat moet ik zeggen? Pay for a daydream. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time is really on my side. One of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. I fall on my face on somebody's new mode, Heren, dat klinkt goed, jongens. Spelen jullie nu echt voor het eerst samen? Ja, of, ja, dat is wel voor het eerst samen. Dan voel je elkaar wel gelijk goed aan. Zo gaat dat met goede muzikanten. Dat is het leukste in de muziek, dat je altijd elkaar aanvoelt. Ja. Hey, maar we staan op een vrij onwaarschijnlijke locatie. De schapenwei van de kinderboerderij. Yes. Dus er is ook wat ruis en wat geluid. En, heerlijk. Maar jullie hebben hier plannen in augustus. Jullie gaan samen met de kinderboerderij een popfestival of een muziekfestival organiseren. Klepperpop. Klepperpop, kijk. Past hè? Dat past heel goed, Klepperpop. Maar wat zijn de plannen precies? Nou ja, we hadden het idee om een benefietconcert te gaan houden. Vanwege de bezuiniging plaatsvinden op de kinderboerderij. En we hebben een aantal bandjes gevonden die het leuk vinden om daar mee te werken. Gratis en voor niks. Ja. En met een stuk of 4 of 5 mensen zijn we dat nog bezig te organiseren. Nou, dat is heel mooi. En de dames zeiden het al, het is de laatste zaterdag van de zomervakantie. Ja, het is zaterdag 18 augustus tussen 2 en 8. En willen we dus hier dit omtoveren tot een soort popfestival met leuke beentjes, lange leuke benen. Waaronder een paar beentjes en een paar onbekende beentjes. Het is gewoon gezamenlijk een heel leuk feest te geven. Het is gewoon belangrijk dat dit blijft. Dus je moet wel zien, het is een soort crowdfunding-achtig festival zal het worden. De kaartjes zijn gewoon te koop. En al het geld komt gewoon te goede aan een stal die ze kunnen verplaatsen. Want dat is echt heel hard nodig. Zie je. Nou, super goed initiatief weer. Dank jullie wel voor de toelichting. Dankjewel. Karel is het. Karel moet wel blijven, hè, hier. Kijk, en als natuurlijk al die bezuinigingen hier uit de klauwen lopen, dan moet Karel weg. En dan moet hij in die bak. En dan? Dat is toch een beetje zonde voor Karel, hè? Het is toch een lief beestje. Vind je hem ook lief? Wil je hem ook aardig? Hij heet Karel. Karel, hey, hallo, hey. Karel, kom maar. Het is Karel. Karel is heel zacht. Daarom moet hij toch blijven, mensen. Je kan toch niet verwachten dat dit pleiten gaat. Moet gewoon blijven. Vandaar het festival.